De afdeling opsporing van district Waterweg Noord stelt een onderzoek in naar een beroving op het Van Beethovenplein in de wijk Schiedam-Groenoord. De beroving werd gepleegd in de nacht van maandag op dinsdag om ongeveer 10:50. Op dat moment zaten een man en een vrouw in een auto op het parkeerterrein aan het Van Beethovenplein. Plotseling werd er op het raam getikt met vermoedelijk een vuurwapen en een man die eiste geld en dat de twee inzittenden hun bezittingen moesten afgeven. Nadat zij dit hadden gedaan onder dwang, ging de dader er rennend vandoor in de richting van het Bachplein. De mannelijke inzittende zette de achtervolging in, maar moest deze staken toen hij een schot hoorde dat vermoedelijk op hem werd afgevuurd. De politie stelde ter plekke hun onderzoek in en heeft de auto van de slachtoffers voor onderzoek meegenomen naar een politiebureau. Bent u getuige geweest van de beroving of heeft u informatie die de politie kan helpen dit misdrijf op te lossen? Neemt u dan contact op met de afdeling opsporing van het district Waterweg Noord. U kunt met de politie bellen via 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.